De Noordzee. De verbinding tussen alle partners in het Tide-project. Grote, trechtervormige riviermondingen die door eb en vloed tot ver in het binnenland reiken. In vaktaal heet zo'n riviermond een estuarium. Het Tide-project. Vier grote Europese estuaria. Steden en havens van wereldbelang. Fascinerende natuur. Een geheel eigen wereld van water en land. En een constante stroom van verandering. Alle estuaria zijn kenmerkend voor de overgang tussen de zee en de rivier. Zout, brak en zoet water in een continu ritme van het getij. Een uniek ecosysteem. Water, constant in beweging. Dat betekent grote hoeveelheden sediment die het estuarium in en uit worden gespoeld. Alle vier de estuaria die deel zijn van het Tide-project zijn vaarroutes naar de traditionele grote havens in het binnenland. De centrale aanvoerroutes waarlangs Europa met de wereld handel drijft. De centrale overslagplaatsen voor de weg, het spoor en de binnenscheepvaart. Tegelijkertijd behoren alle bij het Tide-project betrokken estuaria tot onze meest waardevolle habitats. Allen onder de strenge bescherming van Europa. Natura 2000 gebieden. Kerngebieden binnen de Europese natuurbescherming. Hamburg, de grootste haven van Duitsland. En die ligt midden in de miljoenenmetropool. Diep in het binnenland, 110 kilometer van de kust vandaan. En toch sinds meer dan 600 jaar getekend door scheepvaart en internationale handel. Hamburg is met meer dan 100 miljoen dagtoeristen per jaar een toeristenmagneet, maritieme flair met een hoog recreatief gehalte. Hamburg en de wijde omgeving van de Elbe bieden heel veel, gelijktijdig. Fakt is, we hebben nu maar een natuursysteem wat van verschillende aanspraakgroepen genutzt werden möchte en genutzt werden muss. Und die Kunst liegt eben daran, bei unseren Managementaktivitäten diese verschiedenen Belange auszutarieren. Bremerhaven, een van de modernste containerterminals van Europa. De oorspronkelijke natuur van het Weser Estuarium heeft tussen de hijskranen geen kans. Maar ze is niet verdwenen. Het natte weidelandschap met de karakteristieke vogelwereld is verhuisd naar het compensatiegebied voor de uitbreiding van de haven, de Lunaplata. Zelfs het extreem zeldzame blauwborstje voelt zich hier prettig. Brandganzen rusten uit met zicht op de haven. We hebben hier weitere ganzenarten wie blesgans, grauwgans, vele limicolenarten, entenarten. Het is also een wirklich internationaal bedeutendes rastgebied voor kustenvögel. De zeeroute naar Antwerpen in België ligt voor het grootste gedeelte in Nederland. Een bijzondere uitdaging, want dit vraagt grensoverschrijdend beheer van het Schelde-estuarium. Bijvoorbeeld wanneer gebaggerd moet worden in de vaargeul naar de haven, de rivier en niet de nationale grens bepaalt immers waar gebaggerd moet worden en hoe het sediment zich door de stroming verplaatst. Intelligent sedimentbeheer in een internationale samenwerking is dus noodzakelijk. Wij krijgen één set vergunningen om te mogen terugstorten. En in die vergunningen zit een strategie. Vlaanderen vraagt een vergunning aan en Nederland geeft ze af. Dus wij moeten sowieso wel samenwerken om samen overeen te komen hoe we gaan storten. Ja, want Vlaanderen werkt op Nederlands grondgebied. Hè? Dus Vlaanderen voert het uit en zij baggeren eigenlijk. En Nederland, wij controleren dat het gaat zoals we samen hebben afgesproken eigenlijk. Dat is de werkverdeling een beetje. Het opvallende gebouw aan de Humber is het onderwatermuseum in Hull. Hier kan men zien wat in het troebele water van het estuarium altijd onzichtbaar blijft.
De rijke dierenwereld die in het door het getij vertroebelde brakke water van deze estuaria leeft. De Humber stroomt in een door dijken gedwongen, smalle rivierbedding. Industrie en landbouw zijn veilig achter de dijken. Maar de oorspronkelijke moerassen zijn grotendeels verdwenen. Door de klimaatsverandering zijn eb en vloed extremer geworden en is het rivierbed te smal. Coastal squeeze heet dat effect. Op een aantal plekken zijn de dijken doorgestoken om de rivier weer meer ruimte te bieden. Het tot nog toe grootste experiment is aan de oever van de Humber bij Elk Row uitgevoerd. We've put a breach through the flood defense here to create both intertidal habitat to compensate for coastal squeeze, but also the Ochbra site operates as a flood storage area. So in really high tides, the whole site floods, so it reduces flood levels upstream by at least 10 centimeters on an extreme event. Vier estuaria en overal ongeveer gelijke uitdagingen. Het zijn alle vier belangrijke havenpoorten voor de scheepvaart. Van levensbelang voor de regionale en de nationale handel. En uit alle voorspellingen blijkt, het vrachtvolume zal verder toenemen. Reeds vandaag de dag is het vrachtvolume van de bij het Tide-project betrokken estuaria enorm. Als je op een voetbalveld het jaarlijks vrachtvolume aan containers zou opstapelen, zou een toren ontstaan die tot meer dan 200 kilometer in het universum reikt. Ongeveer tot op de hoogte waar de satellieten om de aarde zweven. 500 miljoen ton scheepsvracht. Als men het over scheepvaartroutes heeft, dan denkt men aan betrouwbare, vastgelegde routes. Een estuarium is echter van nature het tegendeel van betrouwbaar en vastgelegd. Een uitdaging voor de loodsen en de nautische centrales. They're constantly changing on a sometimes on a weekly basis. So we have to have survey craft in this area constantly monitoring the changing sandbanks. Die vaargeulen moeten constant worden gecontroleerd en aangepast. Scheepvaart in estuaria betekent navigeren in de meest dynamische natuursystemen van de wereld. Met als norm een constante verandering. De mens heeft de estuaria op grote schaal veranderd. De Schelde, 200 jaar geleden. Veel eilanden, hoofd- en zijtakken. Zo zagen alle estuaria eruit. En overal werd het vruchtbare land van de riviermondingen afgenomen. Tegelijkertijd de stroom aan de eisen van de moderne tijd aangepast. Een dergelijk natuurlandschap lijkt economisch nauwelijks bruikbaar. Het heeft echter al een lange tijd een onderschatte bufferfunctie. Het breekt de kracht van het getij en reduceert het getij, wat een nuttig effect is. In de Hamburgse Spreijerstad ziet men hoe het estuarine systeem zich verandert. Tijdens eb komen regelmatig historische fundamenten boven water. Het verschil tussen eb en vloed neemt langzaam toe en is vandaag al 3,60 meter. Veranderingen die tot ver in de zijtakken van de grote rivieren doorwerken. Het getij verplaatst ook hier grote hoeveelheden sediment. Baggerschepen verhinderen het verzanden. Tidal pumping noemen de vakmensen een speciaal verzandingseffect. De vloedstroom is altijd wat sneller dan de ebstroom. De sterke vloedstroom spoelt meer sediment het estuarium binnen dan dat de ebstroom er weer uit kan spoelen. Het gevolg? Een langzame maar constante verzanding. Daarom geldt, zonder baggerschepen geen scheepvaart. In de estuaria van Europa zijn meer dan 100 baggerschepen continu aan het werk om de zeewegen bevaarbaar te houden. Dat kost in het Elbe-estuarium alleen al €200.000 per dag, inclusief de ontmijningsdienst. Dat is de dienst die moet controleren of het baggerschip explosieve resten uit het verleden mee naar boven haalt. Een voorbeeld van de enorme veranderingen in onze estuaria. In 1843 kende de Elbe een diepte van maximaal 4,5 meter met vele hoofd- en zijtakken. Voor de kleine vrachtschepen was dat voldoende.
Maar tegenwoordig zijn schepen met een diepgang van 13 meter steeds meer de norm. Tussen het schip en de rivierbodem resteert soms maar 50 centimeter ruimte. Daar kan een aanzanding door tidal pumping het best vermijden. Projecten zoals Kreetzand aan de Elbe moeten uitkomst bieden. Een nieuw ondiep watergebied biedt de rivier meer ruimte voor het getij en vermindert daarmee het tidal pumping effect. We moeten nog veel beter leren begrijpen hoe het ingewikkelde systeem van een estuarium werkt. Hoe verandert het water bijvoorbeeld door de baggerwerkzaamheden, door industrielozingen en door het veranderende getij? Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van het TIRE-project. Wetenschappers brengen de gegevens in kaart voor de toekomstige ontwikkelingen. De basis voor een succesvol beheer van estuaria. 93,58. De baggerwerkzaamheden zijn altijd een ingreep in het complexe systeem van het estuarium. Intelligent beheer betekent bijvoorbeeld: sediment is geen overlast, maar kan als materiaal gebruikt worden voor de vorming van nieuwe habitats. Dat de grote handelsteden ver in het binnenland van de mondingen van de estuaria en niet aan de dunbevolkte kust ontstaan zijn, is geen toeval, maar consequent. De goederen konden zonder omladen direct naar het dichtbevolkte binnenland worden getransporteerd. Er ontstonden cultuur- en handelsteden van internationaal belang waarin miljoenen mensen leven. Die moeten, net zoals de industriële bedrijven en de steden, tegen hoogwater beschermd worden. Hoe kwetsbaar de steden in deze regio's zijn als de natuur de rivieren plotseling boven de normale omvang laat toenemen, hebben de mensen steeds weer opnieuw meegemaakt. De stormvloed van 1953 in de Hamba, 1953 en 1976 in de Schelde en 1962 in de Elbe, de gevaarlijke kant van estuaria. Ständig den drohenden Tod vor Augen, hatten sie bis zu 10 Stunden in den Dachgeschossen, auf den Dächern oder auch auf den Bäumen ausgehalten. Na deze rampen werd veel geld geïnvesteerd in de verbetering van de dijken. Toch blijft de bescherming tegen het hoge water een belangrijke opdracht voor de estuariene regio's. Een technische oplossing aan de Humber in Hull. Een enorme vloedsluisdeur wordt bij dreigend hoogwater naar beneden gelaten om meer dan 100.000 mensen en een belangrijke handelsregio te beschermen. Een project met een blik op de toekomst, want de klimaatverandering en het hoge getij vergroten het gevaar voor een hogere vloed. Het project Lippenbroek aan de Schelde. Ook dat is een actieve bescherming tegen overstromingen. Op het eerste gezicht natuurlijk een idylle. In werkelijkheid een combinatie van een natuurontwikkelingsproject en een overstromingsgebied. Tijdens een normaal getij stroomt het overschot aan water gecontroleerd in het ingedijkte gebied. Er ontstaan typische slikken en schorren. Vegetatie van natuurlijke estuaria. Deze ecologisch waardevolle natuur kan makkelijk een stormvloed aan, waarbij het ingedijkte gebied voor korte tijd helemaal zal overstromen. Op die manier heeft het water meer ruimte. Lippenbroek is een pilotproject waarmee de wetenschappers willen ontdekken hoe een overstromingsgebied moet worden gebouwd om de bescherming tegen hoogwater en de natuurontwikkeling optimaal te kunnen laten functioneren. Daarom meten de wetenschappers bijvoorbeeld de aanslibbing en de waterkwaliteit. Hopefully. Juist deze onderzoeken zijn voor alle TIDE-partners van belang. Want de uitdagingen zijn voor de estuaria van alle TIDE-partners vergelijkbaar. Hoe kan men de hoogwaterbescherming verbeteren, de natuur beschermen en tegelijkertijd de vaarroutes voor de moderne scheepvaart in stand houden? Welke projectvoorstellen zijn gelukt? Hoe krijg ik besluitvormers en belanghebbende partijen aan één tafel om bestendige plannen voor de toekomst voor de estuaria te ontwikkelen? Uit ervaring kan men stellen, meer bescherming tegen hoogwater betekent niet automatisch minder natuur. Integendeel. Overal waar in de estuaria ruimte werd gecreëerd om de piek bij hoogwater op te vangen, profiteert de natuur. Overstromingsgebieden zijn niet helemaal identiek aan het landschap dat verdween.
maar ze zijn een uitstekend vervangingshabitat voor zeldzame en typische estuarine flora en fauna. Het is een meerwaarde als men de kennis van de Europese partners voor de eigen maatregelen kan gebruiken. Het toerisme is een ander voorbeeld waarbij de TIDE-partners van de ervaringen van hun Europese buren profiteren. Het strand voor recreatie en schoon water en internationale containerscheepvaart. Groter kan de tegenstelling niet zijn en toch werkt het. Een gemeenschappelijke toekomstvisie en duurzaam beheer kan enkel worden gerealiseerd als iedereen bereid is om de anderen serieus te nemen, om van elkaar te leren en samen aan duurzame overeenkomsten te werken. Samen voor de toekomst van de Europese estuaria. Daarvoor staat het TIDE-project. Het TIDE-project heeft geleerd dat problemen in estuaria vergelijkbaar zijn. We moeten er rekening mee houden dat er een evolutie is in de estuaria. Dat er drie factoren zijn die een belangrijke rol spelen. De toegankelijkheid, het economische aspect voor de scheepvaart, de natuurlijkheid en de veiligheid. En dat gebeurt en dat speelt zich af in elk van de estuaria. Zowel in Nederland als in Vlaanderen, als in Duitsland, als in Engeland. En wij kunnen zien hoe die problemen zich vergelijkbaar afspelen. Nu komt het erop aan dat politici daar ook eens goed naar luisteren. En dat zij inderdaad proberen te begrijpen hoe ze die problemen dan elk in hun land of grensoverschrijdend, zoals met de Schelde. Het Schelde-estuarium ligt in Nederland en in Vlaanderen. Hoe ze dat gezamenlijk kunnen aanpakken. Der Erfahrungsaustausch mit diesen Partnern im TIDE-Projekt läuft ausgezeichnet und jeder profitiert enorm davon.